idee van de Creative Community Café is geïnspireerd door het World Café. Ik heb dat samen met Mout en met Raf alles al een keer gedaan. We hebben drie rondes, daar zie je nu allerlei tijden staan, daar hoef je je niet aan te houden. We gaan ongeveer 20 minuten per ronde doen, dan zijn we ongeveer om 3:30 klaar. En het idee is dat we na iedere ronde even van tafel wisselen, waarbij er in ieder geval één persoon aan de tafel blijft om even de rode draad door te kunnen geven aan de nieuwe groep. Zodat je in ieder geval deze middag met drie vragen eventjes kunt, eigenlijk speed-dialogen noem ik maar eventjes. En wat is dan de uitkomst, weet je, of de bedoeling van de uitkomst? De uitkomst, ja, dat is goeie. Nou, we hebben dus vragen. Wissel even jullie ideeën daarbij uit en probeer het ook wat concreet te maken in antwoorden. En waar we eigenlijk straks willen ophalen is vooral nieuwe inzichten. Zo van, hey, dat is iets wat uit onze groep kwam, daar hadden we eigenlijk nog niet bij stilgestaan. Dat is eigenlijk een nieuwe inzicht bij die vraag. In ieder geval voor een stapje naar het antwoord. Want ik heb niet de illusie dat we alle 8 vragen gewoon antwoorden en dat we klaar zijn als we naar huis gaan. Dus gaat het ook wel een nieuwe stap. En zo'n nieuwe stap kan ook wel weer een nieuwe vraag zijn. Ik vind het zelf altijd het interessantste. Als ik naar een bijeenkomst ben geweest, een studiedag. Als ik met meer vragen naar huis ga dan antwoorden, dan is het een geslaagde studiedag geweest. En ik laat het klokje meelopen. Wij doen ook mee, denk ik. Ja, jongens, we gaan gewoon lekker mee speed dialogen. En dan we gaan met z'n tweeën. Daar komt vast wel wat moois uit. Marco, Ben. Een eerlijke welvaart en arbeidsvergeving krijgen. Ik kwam heel mooi met eigenlijk de tegenstelling tussen de band en de woord. En dynamiek, je voelt het bruisen en borrelen, dus dat vind ik gaaf dat het bereikt wordt in ieder geval. Dat is een van de dingen waar we ook altijd met beide schoolwerk bij met Mout mee samen denken, ook altijd naar op zoek zijn. Dan, aan de ene kant heb je wat input nodig om het gesprek op gang te brengen, en aan de andere kant gebeurt het eigenlijk vooral in de dialoog. Daar wil ik niet van de sprekers natuurlijk in de dag niet. Maar het gaat juist om hoe vind je daar een goede balans in. Hè? Dat we daar ook straks even over. Ja, en zelf ben ik ook in de valkuil gestapt om toch de discussie aan te gaan. Dan denk je, ah, ik kan niet goed luisteren. Alle ja-maars, die moeten parkeren, dat valt mee. We willen eigenlijk de hosts, dus de eigenaren van de tafel, de voorzitters, willen even vragen om even naar voren te komen invreden en dan even aan te geven van. Ja, wat heb je nou gehoord? Wat heeft het opgebracht? Dat je ook misschien zo'n nieuw inzicht gaat van binnen welke taal zullen hier moeten zitten? Het leuke is dat elke alle drie rondes daar toch wel een aantal met name ook tegenvragen kwamen van God, maar hoe bedoel je dat dan? Wat zijn definities? Geef eerst eens de vraag nog. De vraag was van is een 24 uur gewerkt week, is dat realistisch en haalbaar? En iedereen houdt zijn naam van ja, maar om welke persoonlijkheden stel je die vraag dan? En eigenlijk de consensus van het hele verhaal is dat in de huidige structuur dat niet gaat lukken. Dat je de structuur die zoals die nu is niet zo dermate kan aanpassen naar die 24 uur gewerkt wordt. Maar dat je eigenlijk, als je zoiets zou willen, dat je dan moet beginnen gewoon
en een blanco vel. De vraag die eronder zit is natuurlijk van als we met z'n allen minder gaan werken of het werk eigenlijk opnieuw verdelen. Hebben jullie daar nog andere ideeën? Ja, dan, maar dan is dan de vraag van is dat, heb je dan een basisinkomen? En is dat bijvoorbeeld... Dat zou een voorwaarde zijn. Bijvoorbeeld, en wat is dan de definitie van werk? Want is dat iets wat je leuk vindt? Is dat iets wat ten koste, of tenminste ten goede komt aan de maatschappij? Dat zijn nou vragen, wil je daar een goede antwoord op? Zijn dat wel vragen die dan eerst gesteld en beantwoord moeten worden? Een belangrijke waarde die ik ook vond, inderdaad, van wat is dan ook de persoonlijke definitie van succes? En nu in de huidige maatschappij is succes heel vaak een grote auto, 2,5 kinderen, een Labrador of een huis in de buitenwijk. Maar ja, wat is dan de nieuwe definitie succes? Is dat persoonlijk succes, persoonlijke ontwikkeling? Dus, ook vragen? Ja, meer vragen. Ik had zelf ook inderdaad bij 24 uur werk. Als ik bij mezelf vraag hoeveel uur werk ik nou, ik zou het antwoord niet kunnen geven eigenlijk. Heel veel. Ja, maar ja, of niet. Is het allemaal werk? Het is ook hobby. Ja, ik heb een keer mijn hardloopschoenen opgegeven aan de Belastingdienst. Daar zat iemand van de Belastingdienst. Ik weet niet of het maakt, maar... zo van, ja, tijdens het hardlopen krijg ik de beste ideeën die ik voor werk gebruik. Is dat dan werk dat ik nu aan het lopen ben? Of je kunt je beter afvragen hoeveel uur leef ik? Hoeveel uur leef ik? Dat is een veel betere vraag. Hoeveel uur leef ik? Maar moet je stoppen bij 40 uur? He, als je in een baan zit, moet dat? Voor werk je het hard, maar als er is niemand die bij een ondernemer komt aankloppen van je hebt er nu 40 uur op zitten, zou je niet verstoppen. Degene die de vraag had ingebracht, kun je eens even reageren? Op, Ja, heel veel terechte vragen komen erop. Ik worstel er zelf ook mee, van hoe moet dat nou? En als je het SEC kijkt vanuit deze vraagstelling, dan gaat het waarschijnlijk niet lukken. Hè? Maar doe je er de andere elementen bij die ik genoemd heb, het basisinkomen en differentiatie van belasting, dan zou je mogelijkerwijs een hele nieuwe economisch systeem of een arbeidssysteem kunnen ontwikkelen. Ja. Maar je moet ergens beginnen, dat is een beetje mijn gevoel, om de stress uit het systeem te krijgen. En om de arbeid eerder te verdelen in het kader van het feit dat er werkeloosheid heerst. Ja. Maar wat zou een eerste kleine stapje kunnen zijn dan om te constateren dat in één keer over naar een ander systeem, dat wordt heel lastig. Wat zou een eerste kleine stapje kunnen zijn? Misschien iedereen een 36-urige werkweekcontract. Dan gaat het over werknemers dan. Ja. Maar ja, je moet ergens beginnen. Ja. En een basisinkomen invoeren. Dat kan steen, ik hoorde het vandaag al noemen. Dus dat kan ook. Oké, ik weet wat ik vergeet. Ja? Misschien. Dat alle mensen die nu een uitkering hebben, dat die eigenlijk al in het systeem kunnen van een basisinkomen. Ja. Dan zou je een begin kunnen maken met basisinkomen. Kan je zien een beetje hoe reageren mensen erop, wat doen ze ermee? Zijn ze daar happy mee? Nemen ze nieuwe activiteiten? Gaan ze die ontplooien? En dan heb je eigenlijk al een groep die nu vanuit een uitkering en vanuit een vliegde constructie zit. En die kan dan in een vrijwillige constructie, dat lijkt mij. Ja. Om zo werkloos te zijn, lijkt mij dat wel tegen. Er zijn heel veel overgangsregelingen maken, anders doe je van het beste ten opzichte van de huidige rechter, dat weet je nooit. Nee, maar ik zit even te denken, hoe kan je inkomen voor oplossingen en daarna kan je weer... Nog reactie daarover. Nou, toen Jolanda dat verhaal vertelde, toen schreef ik voor mezelf om het gaat bij mijzelf om het herwaarderen van waardering. Dus als ik werk en ik stuur een factuur, nou, ik heb vanmorgen een factuurtje gestuurd, ik had 3 uur gewerkt en ik dus voor een week wel weer genoeg. Maar dan kan ik mijn hypotheek, snap je? Dus als we dat nou eens zouden herwaarderen, dat ik in een werkloze situatie waarin ik heb gezeten, gewoon denken, hey, dan kan ik heel veel dingen doen. Ik heb me nooit verveeld, want er is zat vrijwilligerswerk. Snap je? Maar het werd niet gewaardeerd, want ik werd opgejaagd, ik moest betaald werken. Snap je? Dus die herwaardering is bij mezelf aan de gang. Ja. Nou ja, als je inderdaad in een uitkering zit, dan word je door het UWV gedwongen om te solliciteren en om beschikbaar te zijn voor de arbeidsmarkt. Je mag niet eens
En ik zit in de 45 plus. Ik kan niks vrijwilligerswerk doen. Er komt niks meer op. Ik ben gewoon voor mezelf begonnen, uit bittere ellende. Ja. Okay. Ja, hartstikke leuk. We gaan naar de volgende tafel, want we willen proberen een beetje rond 4 uur rond te zijn. Niet leuk. Ja, ik had hem nog een beetje uitgevoerd. Ja. Eigenlijk een beetje te goed. Wat is jouw strategie om een nieuwe klassenstrijd te overleven? Want toen hadden we nog een beetje onduidelijkheid over van welke spreker dat nou afkomstig was. Want het had een beetje te maken met het verhaal van Ronnie Mulder, maar ook met het verhaal van Bas van der Haak. Wat was deze vraag precies daarvoor? In het algemeen was hij voor mij en specifiek voor chauffeurs kwam die bij Bas van der Haak. Ja, dat is die vraag die daar op tafel is. Dus, ja, want er staat jouw strategie, maar we hebben zowel individueel die wel als maken op de oplossing. Ja, kijk eens aan. Twee halen. Ja. Nou, eigenlijk zijn er zo'n beetje vier categorieën aan oplossingen of antwoorden. De eerste is dat een deel van het probleem er niet is. En daar hebben we allemaal verschillende antwoordjes voor. De tweede categorie is, je moet gewoon aanpassen. Volgens mij zegt Permanent Bad ook wel eens adapt or die. Zo werkt het in de natuur, maar in de markt ook. Dus je moet wel aanpassen. Maar je moet niet te veel aanpassen. Je moet ook een beetje van jezelf overlaten. Dus als je zeker op school en thuis wel de ruimte krijgt om te ontdekken wie je zelf bent en wat je talenten zijn, dan kun je daar later mee aan de slag. En dan gaat het vanzelf meestal wel goed. Voor de details, ik wees ook alle flipovers ook fotograferen en online zetten. Want, kun je ook nog de details inzoeken. En de vierde categorie antwoorden is toch wel denken, kort samengevat, denken in kansen en mogelijkheden. En dat je niet in de angst of in de oh jee, het is crisis blijft hangen. En wat dat betreft kun je kopiëren wat werkt. Ja. Wat was voor jou het belangrijkste inzicht dat je door de dialoog hebt? Ik had stiekem had ik gisteren op YouTube ook een beetje oplossingen al hiervoor gezocht, dat soort dingen. Maar eigenlijk als je kijkt naar onze jeugd, zeg maar, mensen die helemaal vanaf peuterleeftijd en vanaf de geboorte gewend zijn aan internet, social media, die mensen zijn best wel aangepast aan de nieuwe veranderingen. Je hoeft niet meer een computer nerd te zijn of cursussen te volgen voor computers. En of je nou heel slim bent of iets minder slim, dat maakt niet zo uit. Want die gaan gewoon mee met de tijd. En de mensen die nu wat ouder zijn, als je nu 55 bent en je bent taxichauffeur, dan heb je geen concurrentie van een robot die straks chauffeur wordt, want voor die tijd ben je al met pensioen. Dus er zijn niet zo heel veel problemen als we misschien denken. Dankjewel. Ja. Zou ik weer mee? Ja, we zullen het fotograferen, maar lijken ze hier gewoon misschien goed om iets te vragen even tussen te stoppen. Ja. Dit lijkt mij wel. De vraag die wij hebben, waar we niks niet hebben, en voordat ik aanschoof, wat is nodig om te mogen leren zonder toetsen en diploma's? Het eerste is het eigenlijk niks, want je mag gewoon leren. Dat is een recht dat ieder mens heeft. En het gaat vooral over de aandacht vinden en krijgen en reflecteren. En het vermogen te communiceren en reflecties te krijgen, dat is leren. Maar vervolgens toch wat dieper ingaan op wat doen eigenlijk toetsen en diploma's. Mensen voelen zich door de knop of belemmerd door hobbels die gesteld worden in de organisatie van je mag pas verder als je een bepaald diploma hebt en dat werkt dan heel demotiverend. Daar zijn ook oplossingen voor, bijvoorbeeld EPC's elders voor competenties laten vaststellen zodat je wel door kunt. Ik hoorde dat een beetje onder druk staan bij de hogescholen die EPC-bureaus. Ja, dat is ook gewoon werk, hè. Dat is werkcreatie denk ik. Dus. Ja, zo werk. Daar gaat er heel veel geld in om. We hebben ook wat stilgestaan bij wat is eigenlijk de waarde van toetsing en staat ook sowieso de waardevolle toetsing en hoe kun je zorgen dat toetsing waardevol is? Ik ben persoonlijk erg van overtuigd dat dat zo is. Dat even met elkaar stilstaan bij waar sta je nu en iets laten zien aan anderen waarmee je dat demonstreert, dat juist ook een groei prikkelt.
zoals hier Pietje, volgens mij alle sprekers die hier hebben gestaan, die hebben iets hieruit meegenomen, ongetwijfeld straks. En vervolgens zijn er ook wat hele mooie voorbeelden van bijvoorbeeld openlijk weekend. Nee, openlijk open werken. Een voorbeeld vanuit de belastingdienst wat je kunt zien als een soort intern portfolio opbouwen, zodat je kunt profileren aan elkaar. Dat is wat ik eigenlijk gekregen. Wat denk ik heel erg stimulerend werkt ook naar andere collega's toe om zich lerend op te stellen. Want er was ook wel een soort van frustratie van ja, dat je ook als ieder jonge medewerker tegen in een systeem terecht dat er mensen op een bepaalde plek zitten die gestopt zijn met leren en toch een veel briljanter salaris krijgen en doorgroeien in hun salaris. En ook zeker die werken, want dat is nou net van alvast. Vlees geworden Peter Principles. Ik zou het nog interessant vinden om daarover te stoeien met elkaar, van hoe kan je dat nou? Kan je daar wat meer prikkelen? Dat gaat denk ik ook wel gewoon gebeuren, want het is de crisis. Dus laatste inzicht nog? Voor mij persoonlijk was het meest waardevolle dat ik allerlei ideeën heb gekregen van hoe ik in de Nino, waar ik mee bezig ben, dus het keuzeprogramma met studenten, hoe we buiten accreditatie om, dus hoe je de hele business die er is in onderwijsland om onderwijs te toetsen en iedere keer opnieuw vaststellen dat ze, en waar heel veel uren in zitten om papier aan te leveren wat verder nooit meer gelezen gaat worden, alleen maar tijdverspilling is. Ja, als je dit interessant vindt, er is een hele leuke TEDx talk van Jeff Staes. Die heeft op 21 januari zijn diploma verbrand en die heeft het nu over competence playlists in plaats van diploma's. Je hebt ook nog een competence playlist. Dus als je een Spotify playlist hebt waar nieuwe dingen bij komen en al die ze afgaan, heb je ook een competence playlist. Dus laat zien aan de wereld wat je kunt, wat je doet. En dat verandert komt. Dat is jouw visitekaart. En daar haal je binnen. Dank je wel. Onze vraag was, en had ik even exact dingen, is een onvoorwaardelijk basisinkomen de manier om een eerlijke welvaartsverdeling en arbeidsverdeling te krijgen? Aan de vraag zelf zaten al een aantal puntjes waar voor de rest niet al te lange aandacht aan besteed is, namelijk de manier, of is het een manier, de definitie van een eerlijk. En vervolgens kwam Jan Henk nog bij met welvaartsverdeling en arbeidsverdeling zijn misschien nou juist wel de begrippen waar je vanaf wil komen door naar basisinkomen. Al dat soort definitiekwesties eventjes op een stokje. Er zijn een aantal punten genoemd. Uit de eerste sessie kwam met name de vraag van nou, wat als we nou eens alle potentiële belemmeringen gaan benoemen. Niet zozeer om dan te zeggen dat het niet kan, maar om te kijken wat we daarmee kunnen doen. Nou, dat was ook exact wat in de volgende sessies een aantal keer gebeurd is. Even kijken, een van de potentiële belemmeringen die werd genoemd is dat het risico is dat het heel snel weer normaal wordt. Net zoals bijvoorbeeld het tweede inkomen van de vrouw ooit een bonus was en tegenwoordig nodig is om je hypotheek nog van te kunnen betalen. Zou dit ook wel eens een basis kunnen zijn waarop alles vervolgens voortgeduurd wordt en we gaan weer gewoon door waar we nog wel bezig zijn geweest. Is een risico. Aan de andere kant lag daar tegenover ook van, we zien hier wel ook een mogelijkheid dat de mindset, en met name bij jongeren zie je nu al een mindset komen, dat werk moet meer zijn dan geld verdienen. Dat kreeg er steeds meer in door. De kans bestaat dat dit ontwikkeling verder stimuleert en het dus niet op die manier doorgaat. Internationalisatie is een risico met dingen. Een hele interessante gedachte vond ik, waar ik meteen 26 belemmeringen op zag, maar daar heb ik het verder niet over gehad, want het ging om de dialoog. We hebben het nu over nationaal, of het Europees begrip. Wat als we het nou eens heel regionaal beginnen? Wat als we nou eens in één stad het basisinkomen invoeren en dan eens zeggen... Zo'n proef wordt onderzocht. Ja, precies. Nou, dat is in Canada gebeurd. Kunnen we dat niet? Want dat was wel 30 jaar geleden en dat was toch een iets andere markt. Kunnen we dat niet in Nederland in een
Ik zei al meteen, laten we bij John en Almere beginnen, achtergesteld genoeg, buurtje. Kunnen we het niet lokaal beginnen en eens kijken of als we het in 3 of 4 dorpen of steden in Nederland doen, of het dan kan. Vond ik een interessante gedachtespringsel. Nou ja, er waren heel veel... Er is ook een dorp wat de postcode loterij gewonnen heeft. Een heel dorp. Die zijn financieel vrij. Nou, ja, dan. Ik heb geen idee hoeveel dat was, maar... Dat is echt een goede idee. Laatste item. Een andere hele interessante die naar voren kwam is dat we waarschijnlijk veel meer potentieel gaan benutten. Niet alleen wat iedereen al zegt van ja, er komen zelfstandige mensen gaan meer dingen doen die ze leuk vinden. Maar ook omdat we nu zien dat bijvoorbeeld het potentieel van kinderen van de sociaal armen of de financieel armen hebben gewoon minder potentieel. Omdat die ouders vooral bezig zijn met geld verdienen en eindjes aan elkaar knopen. Er is ook al heel veel onderzoek gedaan dat armoede mensen gewoon minder slim maakt. Het is niet zozeer dat minder slimme mensen arm zijn, maar het blijkt heel vaak andersom te zijn. En dat dit misschien wel een tweede kamer aan potentieel talent ontduikt. Namelijk het potentiële talent dat we nu al de stempel meegeven zal wel niet zo slim zijn, want zijn ouders hebben ook geen geld. En dat vond ik een hele interessante andere sociale gebruik. Mooi, dankjewel. Jolanda nog als vraagstelsel nog. Nee, dit was niet mijn vraag. Oh, was jouw vraag, sorry. Ja. Ja. Nee, ik denk dat het heel goed voelt. Ja, ja. Oké. Lekker weer te spelen. Ja? Wil je het allemaal lezen? Ja, waarom hou je vast? Ja, dit is van mij. Leuk voor het beeld. Kan dialoog helpen om een duurzame samenwerksfeer te creëren binnen teams? Ja, ik loop even af wat het gesprek opgeleverd heeft. Er was een mooi contrast tussen debat en dialoog. En dat leidde ertoe dat je ook heel mooi contrast kunt zien tussen, of de relatie kunt zien met hoe er wordt samengewerkt, zeg maar, binnen de politiek en binnen organisaties, zeg maar. In deze is de discussie binnen organisaties ook eigenlijk politiek getint. Dus je kan dat helpen eigenlijk om dat uit te vergroten, zeg maar, door die vergelijking te trekken. En eigenlijk is de kunst om zeg maar die debatcultuur om te buigen richting, nou laten we zeggen, sociocratie. nou, wat we zien is dat zeg maar echt ingebed zit in een veel groter systeem. Dat zie je in de politiek en dat zie je in de organisaties. We zagen een heel mooi tegenstelling tussen introvertie en extrovertie, wat ook vaak in de weg zit om meer een gelijkwaardig gesprek te voeren. En eigenlijk is de uitdaging om introverte mensen uit te nodigen om zich meer te uiten en daar ook voldoende ruimte voor te bieden. Nou, wat een mooie link was eigenlijk even die, over die ruimte, zeg maar, was dat ik zelf bewust werd van toen ik hier stond, voelde ik een bepaalde spanning. En ik had kunnen kiezen om mezelf even de ruimte te geven om die spanning los te laten. Dus gewoon zeggen, nou, ik neem even 10 seconden de tijd om even te wandelen. Ja, dus je moet ook... derde punt is eigenlijk 2 dingen van dat je ook kunt stilstaan bij van hoe diep wil je gaan en wil je echt het hele systeem, dus binnen een organisatie wil je echt de hele organisatie veranderen of wil je alleen op teamniveau iets in beweging zetten. Maar als je redelijk diep wil gaan op teamniveau, zul je toch ook breder binnen de organisatie een omslag moeten maken. Want er zitten veel te veel, ja, je zit veel te vast in een heel systeem. Zeg maar. Dan hebben we nog een aantal kritieke succesfactoren. Belangrijk is het gevoel van urgentie. Waar zit de pijn? Dat kan in stress zijn, afstemmingsfouten bijvoorbeeld in projecten, of dat je blind bent voor wat de veranderingen
belang van meegaan in veranderingen. Ja? Nou, het laatste is dat we constateren van eigenlijk is de wereld te snel om mee te gaan. Dat het ook te maken heeft met spanningen, zeg maar, die als gevolg van dat we in zo'n snel veranderende samenleving zitten. Ja, dat. Dus de wereld vrij snel of zijn wij te langzaam, is? Ja, dat is toch wel een vraag om mee naar huis te gaan. De vraag was, hoe kunnen we de input van elk uniek individu op basis van gelijkwaardigheid gebruiken om in de toekomst het werk te laten werken? Nou, ik werd erbij gevraagd, want de vraag was erg abstract. Ik had ook eigenlijk een stelling gemaakt en toen kreeg ik een mailtje terug dat ik het in een vraag moest schieten. Dus gaat eigenlijk al mank, dus dat is, dat merk ik ook. Ik heb eigenlijk geen conclusies. Wat wij gedaan hebben, 3 keer is kennis gemaakt. We hebben meningen gedeeld. We hebben dingen benoemd. Mees wilde heel graag diepte in. Ik zeg, ik heb geen antwoord. Ik denk dat er geen antwoord is. Ik denk dat er een heleboel antwoorden zijn. Dus dat is een beetje, dus ik sta hier ook en denk van, ja, wat moet ik je nou vertellen? Er zijn dingen voorbij gekomen van practice what you preach. Laat zien wat je doet. Ga je niet lopen verdedigen, maar leef het zelf. Ik heb hier een stukje uitgelegd over sociocratie, dat je altijd met dubbele koppelingen werkt. Nou, dromen, je persoonlijke ontwikkeling. Dat je je kunt laten verleiden door wat je graag wilt. Of richt je je op wat niet kan, of wat onhaalbaar is. Of mensen die helemaal niet openstaan. Of kies je ervoor om... ja, hetzelfde gaan doen en daarmee de mensen mee te nemen. Dat je, ja, door het te laten zien dat het gaat lukken. Mindset is belangrijk. Nou, er werd nog geroepen alle managers eruit. Dienstverbanden. Ik ben zelf voorstander van geen dienstverbanden, want dan hou je de flexibiliteit en dan blijf je constant de kwaliteit van elk mens. Ja, elk mens mag steeds zijn kwaliteit blijven laten zien. Wat staat er nog meer? Heel veel hashtag, ziet zo. Ja, eindverantwoordelijkheid ook, hè, van neem je verantwoordelijkheid. Spreek heel duidelijk af van dit is het domein waar jij verantwoordelijk voor bent. En leg daar ook verantwoording over af. Dus je krijgt heel veel ruimte op het moment dat je je domein helder hebt en je opdracht is duidelijk. En geef dan ook het vertrouwen aan die persoon dat ze dat ook gaan uitvoeren. Laatste ding. Kijk, staat er nog een leuze. Ja. Is er nog een vraag? Ja. Iemand nog een... Iemand die bij Bouw die aan tafel gezeten heeft, die zegt... Ja, iemand nog een aanvulling. Dat vond ik eigenlijk aan tafel een hele verrassing. Nee. Nou, vooral de uitdaging, die heeft hier omheen zo groot. Van, er werd het discriminatie genoemd, zeg maar. En dat, nee, dat raakt, zeg maar, het thema gelijkwaardig. Mm. En daar zag ik dus wel een grote vraag, zeg maar, van hoe kun je nou via sociocratie, zeg maar, tot een, nou ja, tot een oplossing, zeg maar, voor discriminatie, maar dan met name de negatieve vorm. Want het werd ook op een positievere manier uitgelegd als gewoon het onderkennen van verschillen. En dat hoeft geen probleem te zijn. De verwijking van verschillen. Ja. En voor mij was het even lastig om host te zijn, omdat ik erbij gevraagd werd en ik moest me nu aan een ander systeem houden. Mm. En hoe voelde dat? Nou, ik kwam erbij, dus ik heb eigenlijk niet gerealiseerd dat het een bepaald systeem was. Dus ik heb eigenlijk een beetje buiten het systeem omgegaan, terwijl ik het over het systeem ging hebben. Ja. En ik merk dat dus dat vond ik wel, dus de volgende keer zou ik mijn eigen systeem willen aanhouden, zodat ik dan meer recht van iedereen doe. Dus dat is wel wat ik zelf weer geleerd heb in vandaag. Dus ik vond het wel heel leerzaam en bedankt voor de groepen die alle input geleverd. Jij bedankt voor de... Jij mag meer, ik leg deze bovenop, dan kijk of je er wat van kunt maken. We hebben nog twee bladen. Dit was de vraag over hoe we inderdaad de vrachtwagenchauffeur mee kunnen krijgen in het verhaal. Ik heb hier ook even bijgezet, was een boeiende discussie. Sorry voor de chaos. Heerlijk. Ik mocht even. Ja,
Hoe bereiken we de qua opleiding onderkant van de arbeidsmarkt, vonden wij een mooi woord, onderkant van de arbeidsmarkt, als het gaat om de nieuwste ontwikkelingen en de impact die dat op hun werk heeft. We hebben heel lang gezocht naar van oké, maar wie zijn dat dan en waarom zijn dat dan en is dat een doelgroep? Of, en eigenlijk is het is een communicatievraagstuk. Dus we kwamen wat wij de onderkant qua opleiding van de arbeidsmarkt, nou dan zeiden we van dat moet dan op bierflesjes en op bierveeltjes. maar het kan voor de chauffeurs ook zo werken. Ik wil van de aanslag wegenbelasting die ze ook weer in maand krijgen. Dan wordt dat het nieuwe pakje sigaretten, zeg maar. Maar dat is maar een klein deel van waar het om gaat. En dan kun je dan nog weer doorgeven van hoe ga je dat op een leuke manier doen. Nou, dat zal bijna campagnematig zijn en dan kom je op dingen als het houdt wel op wel vanzelf. Daar kun je nu alvast mee weten, maar dan los je het probleem niet meer op. Dus het zal meer zijn in de zin van, moet je niet nu al stoppen met bepaalde opleidingen, waar zometeen misschien wel helemaal geen werk meer in is. Maar aan de andere kant, wat voor beperkingen leg je dan de mensen in de wereld op als je ze dat gaat ontzeggen? Dus ja. Maar je hebt ook de numerus fixus, daar wordt eigenlijk hetzelfde systeem gehanteerd, dus ja, misschien moet je dat hier ook wel doen. Misschien moet je nu al beginnen om mensen te leren van, ja, weet je, de verantwoordelijkheid ligt voor een groot deel bij jezelf. De grootste learning hieruit is wel dat ik, dat praat echt voor mezelf, dat ik als HBO hoogopgeleide WO, zeg maar, heel veel moeite heb om dit probleem überhaupt te tackelen voor mensen die wij dan zeg maar qua opleiding aan de onderkant van de arbeidsmarkt zien zitten. En dat is misschien nog wel het vervelendste waar ik tegenaan loop. Ja, dat is precies het probleem. Maar dat maakt dat NS2 en dan ben ik dan wel weer blij mee. Dus dat is al goed. Dat zijn 200 keer nog maar het is nu aanvliegen, het is communicatief. Dus binnen de beroepsgroepen, binnen de sectoren, is het gewoon communicatie. Is het gewoon, zo simpel is het misschien. Nee, niemand doet de communicatie. En dat is. Ja. Had je de bijsluiter ook niet? Dat vond ik dan wel leuk. Nee, nog niet. Nee. Ja, dat vond ik zelf wel leuk. Dat werd er op een gegeven moment genoemd. De bijsluiter bij. Ja, bij de beroepsgroepen. En ik dacht ook bij beroep bij bepaalde beroepen dat er een bijsluiter bij. Als jij een ZZP'er bent, zelfstandig zonder baas, in mijn week bij de KVK dat je beroep houdt op te bestaan, dan kun je dat eigenlijk standaard wel gaan doen. Van ja, ik vraag wel verklaring arbeidsrelatie. Nou, over 5 jaar krijgt u niet meer van dit beroep, dus begin daar maar vanzelf na te denken. Dus dan communicatief gezien best wel dingen mogelijk te denken. Wat ik even mee wil geven, ik ben altijd heel gevoelig voor taal en woorden en dergelijke. Ik vind, ik weet niet of jullie weten, een chauffeur van een vrachtauto, wat voor opleidingen die moet doen om in dat ding te kunnen rijden. Dat is, noem ik niet laag opgeleid, dat is 1. En het tweede is onderkant, vind ik heel vervelend. Want taalgebruik doet heel veel, dus ik zou het geen onderkant noemen. Het is gewoon iets wat blijkbaar nodig is, want anders deden we het niet. Hè? Of anders sterft het inderdaad vanzelf wel. Hè? Dus dat zijn wel 2 dingen dat ik denk van, oh ja. Dat kan ook al een inval of een kansrijke zijn. Heel erg mee oppassen. Ja. En mijn ervaring is, hè, doordat mensen zo denken, hè, want vanuit Sintens heb ik dit soort dingen gedaan, zei ik van, weet je wat, we gaan vragen aan die mensen in de fabriek. En dan zei de manager inderdaad, ja, maar dat zijn lossers. Ja, dat klopt, maar die staan dat ook de hele dag. En het probleem is toch daar. Ja, maar dan kun je het niet aan hen vragen. Hoezo niet? Verstaan ze in Nederland? Ja. Wel. Dan gingen we ze vragen. Briljante ideeën kwamen eruit uit die onopgeleide onderkant mensen. En dan had ik zoiets van, ja, weet je, ga het gewoon doen. En het is niet zo moeilijk. Wij hoeven niet over na te denken hoe bereik ik ze of hoe. Het zijn gewoon mensen, ze kunnen gewoon praten. En vraag het ze gewoon in simpele taal. En laat het ze doen. Laat ze vooral doen. Hè? Dus ja, weet je, volgens mij wordt er is er geen probleem. Nee, ik denk dat er in die zin geen probleem is. Ik denk wel dat als je het hoger inzet, dat het meer in het verhaal zit van hoe krijg je mensen in beweging en hoe ga je mensen zich laten realiseren dat verandering maar de enige constante is. Ja, dat begint bij jezelf. Dus als die manager zegt van hé, mijn deur staat open, waarom komen ze niet binnen? Zeg ik altijd, als die deur open staat, ga er dan uit. Ga dan daar naartoe. Want ze komen niet naar jou. Dat is dus precies het. Wordt het heel goed. Ik geloof namelijk ook niet dat het probleem bij die mensen zit. Nee. Ik geloof alleen dat die mensen op dit moment niet aan die kennis komen wat er met hun baan gaat gebeuren. Ik zou dolgraag willen dat ze daar beter over geïnformeerd worden, want die manager doet het niet en alle andere mensen in hun omgeving zijn er niet mee bezig. En het is inderdaad een communicatieprobleem, juist omdat ze die kwaliteit hebben om het op te lossen als ze daarover na gaan denken. Maar weet je, het is hun probleem.
Ja, maar ze kennen het probleem. Wij willen blijkbaar zorgen, of er zijn mensen die willen zorgen dat zij bewust worden dat ze een probleem hebben. Weet je? Ja, dat lijkt mij wel. Want de laatste keer dat namelijk vrachtwagenchauffeurs vonden dat ze beperkt werden, stond heel Nederland plat omdat ze hun vrachtwagens over hebben. Dat is een ander probleem. Dat kan ik nou juist voorkomen. Nou, je kunt ze later, dan zitten ze op goede dag thuis. Ik pak een beetje een serie drugs, want dit is dan een mooie discussie voor tijdens de school. Dat was namelijk een vraag, want dan gaan we even naar het laatste plan. Want dan, ja, ik moest ook aan die reportage over die staking, of die actie die ze hadden, die chauffeurs denken. Dus ze doen al wel het een en ander. Ik ben niet bij de tafel aangesloten, omdat ik, voor zover ik het kon zien, geen chauffeurs in de groep zag. En ik denk, als je een vraag over een groep stelt, dan is De metafoor was de chauffeur, maar dan ook de... De concretisering was de chauffeur. En ik denk dat je het dan ook, dat moet je dan ook doorvoeren. Dat we het gesprek moeten met de chauffeurs zelf gaan hebben. Als we het zo belangrijk vinden. Daarom ging ik niet aan tafel zitten. Even voldoende voor nu. Dankjewel. We gaan naar de laatste. Ronald. Ja, je weet het helemaal uit je hoofd. Alleen de vraag komt niet uit mijn hoofd. Hoe leren we een nieuwe generatie dansen met robots? Dat was de vraag die wij hadden. En daarmee was bedoeld van hoe leren we een nieuwe generatie omgaan met de technologie, de nieuwe technologie. En waren we heel snel achter de eerste ronde al dat dat helemaal geen probleem is. Dat juist de nieuwe generaties dat zichzelf heel makkelijk eigen maken. En ik citeer graag Douglas Adam. Die zoiets zegt als, nou zegt zelf maar. Alles wat in de wereld is als je geboren wordt, dat vind je vanzelfsprekend. Alles wat in de wereld komt rond je 15e, daar zie je misschien wel een carrière in. En alles wat in de wereld komt na je 35e, is een bedreiging van de gevestigde orde. Die nieuwe generatie die heeft geen probleem. Die maakt het zichzelf eigen. Je kan wel hun begrip van de materie natuurlijk nog verhogen door het hun uit te laten leggen aan oudere generaties. Want dan ontstaat er weer een interessant gesprek en dan krijgt ze vragen die ze zichzelf en elkaar niet zouden gaan stellen. Dus dat leek ons een heel handig idee. Wat je jonge generaties wel vaak moet leren is dat er ook nog andere dingen in het leven zijn. En dat dingen uit kunnen. En dat ze dus zelf de baas zijn over de technologie en dat zij met de robots dansen en niet de robots met hun dansen, dat soort dingen. Hoe doe je dat dan? Daar heeft de tweede ronde wat inzicht in geleverd. Daar ging het over zaken die je dan op school in het onderwijs zou moeten doen. En dat heeft eigenlijk allemaal niks met technologie te maken, maar wel met zaken als leren nadenken, leren filosoferen, gaan we bezig met ethiek, met ondernemerschap en we vonden ook een goed idee als mensen leren programmeren, om ook op die manier te ervaren dat jij de baas bent over de dingen en niet, dat die dingen niet buiten je bestaan. Samenvattend, geef kinderen mee dat de wereld buiten door mensen gemaakt is en dat het aan hun is om ze te veranderen en dat technologie daar een hulpmiddel bij is. En toen waren we eigenlijk wel klaar. Maar daar dacht de derde ronde toch weer anders over. Die zei van, het is niet alleen aan de school, maar ouders hebben ook een taak. Hè. Thuis leer je ook, thuis word je ook opgevoed. Hoe kunnen ouders hier aan bijdragen? Die snappen namelijk zelf niks van technologie. Maar die kunnen wel op zijn minst ervoor doen wat er nog meer allemaal, wat er nog meer in het leven is. Hè. Die kunnen andere ervaringen aanbieden. Die kunnen ook helpen met keuzes maken, laten zien dat er keuzes zijn. En als afsluiter, die kunnen ook laten zien hoe nuttig en belangrijk het is om je af en toe te vervelen. Want daar ontstaan de meeste dingen uit. Nog een reactie daar? Als je een basisinkomen hebt op een 24 uur werkweek, hou je meer tijd om je kinderen goed op te voeden en te leren. Ik wil namelijk nog even alle speedtalkers naar voren halen, vragen. Met een klein bedankje nog. En misschien ook nog even een applaus voor jullie input. We hebben hier
buiten het budget van de universiteit van Middelbeers nog een kleine attest. kunnen halen, alsjeblieft. Wel. Nu leren vanmorgen. Ik wil nog wat eerder. Lees nog. Kijk, lees nog. En een applausje voor de organisatoren nog maar. Hè. Ja. Ja, ik denk zeker een applaus voor jullie zelf, want jullie hebben op een vrijdagmiddag het zo naar volgehouden. Net bij Permanent Beta zetten we dit soort dingen gewoon op om te kijken, is er een vervolg mogelijk? En dat is ook aan jullie, hè? Dus wat, denk daar eens over na. Wat zouden we hiermee kunnen? Want het is mooi omdat we dit gehad hebben, maar wat is dan een volgende stap? Zouden we kunnen bouwen aan iets concreets? Wij, Ronald en ik, zijn in Groningen betrokken bij een radioprogramma. Daar hebben we over dit onderwerp al gepraat. En er kwam nog een aanvraag van, kunnen we een keer met jullie samen een middag of een avond organiseren rondom dat idee van het basisinkomen? Gewoon om de kennis verder te verspreiden. Dus mag ik dan zeggen van... Vraag de vereniging basisinkomen. Jazeker. We hebben een lijst van sprekers. Ik dacht, wat ik dan interessant vind, is ook een paar tegenstanders. Hè? Dus dan die hebben we ook al. Af en toe. Af en toe. Ja. Dus dat vervolg is er in ieder geval. En dat is een specifiek onderdeeltje. Maar onderwijs is een belangrijk onderdeel. Hè? Ik ben zelf bezig met scholen te verbinden met het bedrijfsleven om te ontdekken. Wat zijn dan die banen van de toekomst? Dus, met elkaar dat toch gaan op onderzoek uit, want van de politiek of de verwachting. Nou, dat is dan toch mijn reactie daarop. als gefrustreerde politicus die afgerekend wordt op een negatieve samenleving, terwijl er in de positiviteit zoveel te halen is. Ik zou het wenselijk vinden dat om dit ook mee te nemen richting politiek, zo van, hey, hoe kunnen wij met z'n allen op een positieve manier over een nieuwe samenleving nadenken? En daar wil ik iets aan toevoegen, misschien handig voor iedereen om te weten. Ik denk dat de tijd meer dan rijp is dan ooit, dat de politiek ook echt zit te wachten op mensen zoals ons. Ik ben voor het onderwijs, word ik uitgenodigd. Ik mag in de Tweede Kamer bij alle politieke partijen komen, word uitgenodigd voor rond de tafel gesprekken. Ze willen van ons horen welke ideeën zijn en welke ideeën leveren, wat kunnen we daarmee. En zij willen echt dingen veranderen op dit moment. Ja. En het klinkt een beetje als een... Maar het is echt... Ik zit er zelf... Het is echt een meenigheid. Gisteren was er een debat... Gewoon uitnodiging. Gisteren was er een debat over het onderwerp onvoorwaardelijk basisinkomen in het Europees Parlement. Dus het is echt het gebeurt. Maar wat ik ermee bedoel te zeggen is... De ideeën moeten individuen en groepen individuen komen om van bottom-up de veranderingen. En daar de politici mee te inspireren. Ja, maar nodig maar uit. Dat daar de creativiteit zit, dat heb ik niet zo heel veel vertrouwen. Ja. En dan wat met betrekking tot onderwijs, een nieuwe vorm van onderwijs, onder andere, ik weet niet of iemand van jullie Erika Aalsma kent. Ja. Erika Aalsma heeft ook een boek geschreven, De Omgekeerde Leerweg. En heel traditioneel moeten kinderen naar school. We hebben het daar vandaag weer over. Maar het is eigenlijk veel mooier om kinderen. Op jongeren of wat dan ook, maar vanuit bedrijvigheid of vanuit ondernemen of vanuit wat er ook maar is, om ze daarin mee te nemen in een vak in plaats dat ze in een klaslokaal zijn. En heb ik vandaag is dat ook alweer een. Maar zij heeft een boek geschreven, Erika Aalsma, De Omgekeerde Leerweg. Heel interessant. Zij is betrokken bij de waterfabriek in Den Bosch of de waterfabriek? De waterfabriek? Waterfabriek. Mocht je nog dit soort bronnen, ik heb ook wat boekentitels voorbij gekomen, mocht je die nog willen delen, graag via de meetup pagina. Dan zetten wij ze nog in de bronnenlijst. Ik had vandaag via de mail ook wat dingen ontvangen. Via die pagina zal ik ook de foto's ontsluiten met de flipholders. Dus laat ik gewoon die kennis blijven delen en elkaar verwijzen naar allerlei interessante dingen. Dat helpt alleen maar om verder te komen. Ja, en ik zeg daarbij, het mag niet zo permanent zijn dat wij alles gaan initiëren, maar initiëer het onder de vlag van Permanent Bed of je eigen vlag. Dat is ook allemaal prima, maar je moet het met elkaar doen. En we proberen steeds in vijvers te gooien, kijken wat er gebeurt. En dat is deze middag dan met het steentje wat Erno in de vrijheid heeft, dus daaruit ontstaan. En ik vind het gaaf dat er 27 mensen hier met elkaar de dialoog gaan gaan. En soms de discussie. Sorry. Dankjewel. Oké.
laten we officieel afsluiten. Je kan naast zitten, dus blijf gerust als je nog wil napraten. En officieel is dan wel gelopen.